Waarom is het goed nieuws dat cannabis zo lang in je lichaam blijft? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik heb een oom, ik heb wel meerdere ooms, maar ik heb een oom en die is teamarts bij een eerste divisieclub. En die vertelde een anekdote. Hij adviseert zijn voetballers aan het einde van het seizoen, is er zomerstop, om tijdig te stoppen met het consumeren van marihuana. Toch al 4 tot 6 weken voordat het seizoen weer zou worden hervat. Ik denk dat je ook wel het verhaal kent van die turner, Joeri van Gelder, die voor een wedstrijd of na een wedstrijd uit de urinetest bleek dat hij cocaïne had genomen. Dat is echt heel dom, omdat cocaïne binnen 2 dagen niet meer traceerbaar is in urine. Dus cocaïnegebruik moet echt hebben plaatsgevonden in de avond of een dag voordat hij een belangrijke wedstrijd had. Voor marihuana is het anders. Cannabis blijft heel lang traceerbaar. Cannabinoïden, dat zijn moleculen die aangrijpen op de cannabinoïde receptor. En er zijn 2 hele bekende cannabinoïden. 1 is tetrahydrocannabinol, THC. Ik denk dat de meeste mensen van jullie wel hebben gehoord van THC. Dat is een psychoactieve stof. Daar hoort de consument, of in ieder geval degene die marihuana rookt, wordt daar stoned van. En dat is nu ook steeds meer bekend over een ander cannabinoïde, dat is cannabidiol. En dat is een oxidatieproduct van THC. Dus we hebben THC, hier links, hier is dit molecuul. En dan hebben we een molecuul dat hier heel erg op lijkt. CBD, nogmaals oxidatieproduct van THC. En wat nou meer en meer bekend wordt, is dat CBD de werking van THC kan beïnvloeden. Dus u hoort al de verhalen dat marihuana in Nederland een soort van harddrug begint te worden, omdat er enorme hoge hoeveelheden THC in marihuana zitten. Nou, dat is niet helemaal correct. Het gaat om de verhouding tussen THC en CBD. Dat zijn een soort yin-yang, waarbij die CBD de werking van THC kan beïnvloeden. Nou, waarom blijven die moleculen nou zo lang traceerbaar? We hebben hier THC. Dat komt omdat deze moleculen lipofiel zijn. Dus die lossen op in vet. En die bouwen, na consumptie, bouwen deze moleculen in ons vetweefsel. En dat wordt vervolgens heel langzaam geklaard. En dat proces, vooral bij overmatige consumptie, kan 4 tot 6 weken duren. Nou ga ik even pret bederven. Want ik wil hier niet mee werken vanwege de psychoactieve werking. Ik wil hiermee werken omdat er ook therapeutische eigenschappen zijn. Zoals u zult begrijpen zijn wij niet geëvolueerd om cannabis te consumeren en stoned te worden. Dat is ik noem dat een artefact of een toevalstreffer. Dat ligt er maar aan wie je spreekt. Maar die cannabinoïde receptoren zijn natuurlijk bij allerlei processen, biologische processen, zijn die betrokken. En ik moest denken aan dat verhaal van mijn oom. Zondagmiddag zat ik in mijn appartement in New York. Denk je, ook dit duurt heel lang, is lipofiel. Heel veel nanodeeltjes die wij in het lab produceren zijn op lipid gebaseerd. Dus dat zou betekenen dat dat soort moleculen heel goed inbouwen in de nanodeeltjes die wij in het lab maken. Denk je, dan hebben wij een database waar we kunnen zoeken, kunnen naar wetenschappelijke publicaties zoeken. En heel simpel ging ik naar PubMed, nanoparticle, THC, nanoparticle, cannabinoid. Ik vond 1 paper. En dat ging dan niet eens over het nanodeel. Dus ik was heel erg verbaasd. We hebben het nu over 1 jaar of 5 geleden. En op zich is het iets heel triviaals. En het zou een heel interessant concept kunnen zijn. We zouden op die manier, op een hele gedoseerde en een hele gecontroleerde manier, die THC kunnen toedienen. En tevens kunnen voorkomen dat THC over de bloed-hersenbarrière diffundeert. Ik wil niet zeggen dat gaat lukken, maar dat is het idee. We stoppen het in een nanodeeltje, wordt het veel groter, kunnen het makkelijker toedienen en kunnen voorkomen dat degene waaraan het wordt toegediend ook stoned wordt. We willen eigenlijk een soort schone druk van maken. Een ander cool aspect is dat we dan die 2 moleculen, THC en CBD, gezamenlijk in 1 nanodeeltje kunnen stoppen. In een precies voorafgestelde verhouding.
Wij maken bibliotheken van nanodeeltjes met verschillende samenstellingen. En dan zou je kunnen zeggen, nou, weet je, we beginnen met een verhouding 1 tot 10, 1 tot 5, 1 op 1 en de andere kant op. En dan hebben we allerlei soorten samenstellingen die we heel gecontroleerd kunnen realiseren en die we heel gecontroleerd kunnen inzetten. Nou, normaal gesproken, als je zo'n idee hebt, dan ga je zo'n vrijdagmiddag experiment uitvoeren. En je zult toch wat preliminary data, heet dat, preliminaire data moeten verzamelen om te laten zien, om aan te tonen dat dat concept kan werken. Je kunt niet zomaar een idee spuien en dan denken dat je daar geld voor krijgt. Nou, als je dat van die data hebt vergaard, dan kun je een aanvraag schrijven. En in Nederland wordt typisch een dergelijke aanvraag ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. Dat is een langdradig proces. Je schrijft eerst een aanvraag, ga je uitgebreid beschrijven wat je precies wil gaan doen, waarom dat heel veel impact heeft, wat de gemeenschap daaraan heeft. Nou, en daar gaat minstens een jaar overheen. Dus begint dus het schrijven van die aanvraag, het indienen van die aanvraag. Die aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door peers, dat zijn collega's die in hetzelfde vakgebied zijn. Zeggen, nou, dit is een goed idee, geef een goede score. Dan krijg je vervolgens feedback, heel lang proces. Er zijn nog meer van die organisaties, de KWF Kankerbestrijding, daar kun je aanvragen indienen. Nederlandse Hartstichting. En dat is allemaal gebaseerd op datzelfde langdradige proces. Maar marihuana nanodeeltjes klinkt toch wel als een attractief idee. Het is wel grappig, spreekt tot de verbeelding. Ik denk dat u dat kunt beamen. Een jaar of vijf geleden, toen raakte ik bevriend met Gert van Kempen. Dat is een gesjeesde student, heeft zijn studie nooit afgemaakt. En is daarna toegelegd op een avontuurlijke manier high-tech ondernemen. Een zelfstandig ondernemer en hij wilde altijd heel graag een project samen met mij doen. Nou, ik ben een wetenschapper, ik weet niet zo heel veel van ondernemen. Toen begon hij mij enthousiast te maken voor crowdfunding. En we hebben het nu over 2,5 jaar geleden. Ik wist toen nog helemaal niet wat dat crowdfunding inhield. Ik dacht, nou goed, lijkt me leuk. We hebben een aantal filmpjes gemaakt, een aantal animaties in elkaar gezet. En toen is Gert begonnen met het crowdfundproject High on Nano. Toepasselijke naam. En dat genereerde ontzettende hype. Een stuk in het Parool, een pure druk maken van cannabis. Ik was eigenlijk heel blij met dat stuk. Het was heel genuanceerd. Die journalist, mevrouw, die had heel goed begrepen waar we mee bezig waren. Uiteindelijk ook in het AD, toen ben ik omgetoverd tot Dr. Nano. Ik hoop niet dat dat blijft kleven. Misschien is het ook helemaal niet slim om dat nou weer te herhalen. Maar dat haalde zelfs, mijn zus belde mij op. Het NOS-journaal om 9 uur 's morgens. En dat ziet u daar rechts in beeld. Dus dat stuk uit AD werd door het NOS-journaal herhaald. En ja, ik was daar toch wel erg verbaasd over. Ten eerste dacht ik, ja, we hebben helemaal geen resultaten. We hebben een hype gecreëerd met dat High on Nano crowdfund project. Er zit blijkbaar niemand in die NOS-redactie die denkt, wat heeft die Mulder überhaupt ooit wetenschappelijk bereikt op het gebied van THC of CBD? Nul publicaties kunt u zoeken. Dus ik was daar heel erg verbaasd over, maar eigenlijk was ik ook boos. En we hebben 10 jaar hartstikke mooie dingen gedaan. Die genereerden nog niet geen honderdste van de aandacht die dit idee genereerde en dat crowdfund project. Dus, ja, ik zat een beetje tussen verbazing en irritatie en ook hoe de media blijkbaar werkt, waar ze opduiken. Cannabis gaat van alles genezen. Als onderdeel van dat crowdfundproject heeft Gert ook een borrel georganiseerd. En daar waren de twee directeuren van Hemflex. Weet u wat u ook van hennep kan maken? Iemand een idee? Die hennepvezels, daar kunnen touwen van worden gemaakt, maar er kunnen ook hoogwaardige technologische producten van worden gemaakt. En Hemflex richt zich op het industriële toepassingen van die hennepvezel. En zij waren heel erg geïnteresseerd. En ze waren op die borrel, ze vonden het verhaal leuk, ze vonden het hartstikke interessant. Dus toen veranderde mijn irritatie toch een beetje meer in enthousiasme. En denk, misschien is het wel een mooie manier om een idee aan de man te brengen. Dan wil ik ook iets laten zien. Even kijken.
Zo. Deze surfplank bevat hennep. Hier deze hele achtergrond zijn hennepvezels. En dit is een hele coole surfplank. In ieder geval voor een nerd die in het lab werkt. Want we zien hier allemaal, een kunstenaar heeft die graphics gemaakt. En we zien er allemaal dingen die wij in het lab gebruiken om nanodeeltjes te synthetiseren. Hier ziet u een cool element. Reageerbuizen. Een bekerglas. Erlenmeyer. Dat is heel cool. Nou. En dit was een cadeautje naar aanleiding van mijn oratie. En uit het hele project is toen vanuit Hemflex ook een hele grote donatie gedaan. Om 4 jaar... Sorry, ik zal hem even wegzetten. Het is niet een heel goede surfplank, dus ik kan er best lomp mee zijn. Hij ziet er alleen mooi uit. Ik heb hem geprobeerd en dat was niet best, maar het is wel een gave surfplank. Maar Hemflex heeft toegezegd om een flinke investering te doen, zodat we een promovendus kunnen aannemen die vanaf de herfst 4 jaar onderzoek zal gaan doen en die nanotechnologie, die cannabis nanotechnologie gaat ontwikkelen, die bibliotheken van die deeltjes gaat ontwikkelen en die gaan we dan inzetten in ziektemodellen waarbij ontsteking een rol speelt. En dan kunt u denken aan ziekte van Crohn, dan kunt u denken aan multiple sclerose, dan kunt u ook denken aan hart- en vaatziekten. In kanker is ontsteking ook heel belangrijk. Dus in dat soort modellen gaan wij kijken of die cannabis nanotechnologie gaat werken de komende 4 jaar. En ondanks dat we nog geen resultaten hebben, ben ik ervan overtuigd dat dat wel heel leuke inzichten gaat opleveren. Dus wat heb ik nou besproken? Dat THC, die cannabinoïden, zijn lipofiele moleculen. Daarom blijven ze heel lang in ons lichaam. En dat is vervelend voor profvoetballers. Maar die moleculen zijn niks magisch. Dus ik heb deze twee moleculen laten zien. THC, CBD. Hebben we nog geen resultaten mee bereikt. Maar zijn gewone moleculen. Kunnen we ook in het lab synthetiseren. Het is niks magisch omdat ze toevallig uit een plantje komen. Dit is de irritatie. Dit is een molecuul waar we heel veel mee hebben bereikt. Hebben we de afgelopen 7 jaar hartstikke mooie resultaten mee behaald. Hebben we nooit die media-aandacht mee weten te genereren. Dit is simvastatine. Hebben we ook ingebouwd in een nanodeeltje. Maar blijkbaar is het nuttig om een hype te genereren en zo aandacht te krijgen voor onderzoek. Een hele mooie manier om toch geld te genereren en een leuk idee te gaan uitwerken. Nou ga ik in het volgende college ga ik u laten zien hoe we met behulp van nanotechnologie kunnen voorspellen dat chemotherapie aanslaat.